Welkom allemaal. Goedemorgen bij de Nederlandse breakout sessie voor Spring into Retail. De meeste van jullie zijn al eventjes geweest bij de keynote. Thor Thompson, onze EMEA Marketing Director. Daar hebben jullie al kunnen zien dat 26% van de Nederlandse consument vorig jaar geïnvesteerd heeft in Home and Garden in plaats van vakanties. En dit is de sessie waar we daar nog wat dieper op ingaan, het zoekgedrag. Maar voordat ik de sprekers ga aankondigen, eerst nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Het gebruik van Microsoft Teams. Als de deelnemers camera en microfoon uit kunnen doen, dan kunnen we de sprekers ook in de spotlight zetten. En natuurlijk dat we geen achtergrondgeluiden hebben. Vragen heel graag. Stel ze in de chat. We horen graag de vragen die jullie hebben. En mocht je iets technisch een vraag hebben, dan kun je even je hand opsteken. En dan zal een van mijn collega's eventjes naar jou uitreiken om daarbij te helpen. Dan onze digitale gedragscode. Dat we allemaal respectvol met elkaar omgaan in deze sessie en in de chat. Ik geef je heel even een aantal seconden om dit zelf door te lezen. En als laatste, vergeet ook niet te taggen, maar ook vooral te volgen op social media. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Microsoft Advertising is het kanaal waarop je alles kunt volgen. Natuurlijk over deze sessie, maar niet al, maar ook zeg maar over aankomende events. En ook product updates en alle updates die je wilt weten. Eind deze week krijgen jullie allemaal de presentatie toegestuurd en een link naar de recording van deze sessie. En als altijd zijn we al benieuwd naar jullie feedback over deze sessie. Dus dat het verzoek om dat in te vullen, TCT. Dan nu naar de sprekers. Zelf ben ik Sandrine Koopman, Client Director bij Microsoft Advertising en jullie host. Als eerste gaat zo meteen van start Douwe van der Meer, onze analytical lead. Die gaat je wat meer vertellen over insights, het zoekgedrag. Wat we hebben gezien in de huis- en tuincategorie. Een enorme groei heeft doorgemaakt. Dat zien we natuurlijk ook op ons platform. En daarna hebben wij als gast Wouter de Rijk, marketing manager van Vonk. Waarmee ik in gesprek zal gaan over de ambitie die Vonk heeft. En ook de kansen en bedreigingen die Wouter ziet voor de home and living categorie. Maar nu eerst gaan we naar Douwe. Dankjewel Sandrine. En dan wacht ik even. Ja, oké. Het is gelukt. Dankjewel Sandrine. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben dus Douwe en vandaag gaan we het hebben over de invloed die we hebben gezien van COVID op de Nederlandse huis- en tuinmarkt. En wat dit betekent voor adverteerders in de komende maanden. Nou, om een beeld te schetsen van wat we in Nederland het afgelopen jaar hebben zien gebeuren, pakken we eerst de getallen voor de detailhandel van het CBS erbij. Deze grafiek laat voor de afgelopen 2 jaar zien wat de jaar op jaar groei is geweest van de verschillende categorieën binnen de detailhandel. En wat goed is om te weten bij deze cijfers is dat internetverkopen niet volledig zijn meegenomen in dit specifieke beeld. Dus bijvoorbeeld winkels die doorgaans alleen online actief zijn, vallen in een aparte categorie binnen het CBS. Nou, desalniettemin geeft dit een goed beeld van wat we vorig jaar zagen gebeuren in het straatbeeld, zeg maar. De restricties door corona kregen in maart 2020 een greep op Nederland. En men werd door de situatie gedwongen meer in en om het huis te blijven en men besloot ook daarin te investeren. En dit leidde tot verschillende records in maart. Winkels in doe-het-zelf artikelen, keukens en vloeren, maar ook elektronica winkels behaalden in maart 2020 hun grootste jaar op jaar omzetstijging gemeten door het CBS.
En in dezelfde maand leden kleding- en schoenenwinkels hun grootste gemeten omzetverlies, omdat het winkelend publiek sterk daalde. Online werd er bijna 29% meer verkocht dan in dezelfde maand, dus maart 2020, vergeleken met maart 2019. Dus de toon die in maart van vorig jaar werd gezet, zie je ook over heel 2020. En dat zijn de cijfers waar we hier naar kijken. Waar categorieën als doe-het-zelf, keukens en vloeren, elektronica en meubel- en interieurwinkels nog steeds sterk groeiden, ondanks alle restricties, met 8 tot 20%. En wat veel hoger ook is dan de groei die we zagen in 2019. Nou, om dan te illustreren wat er op ons netwerk gebeurde, pakken we hier als voorbeeld de categorie yard, garden en patio. En laten we zeggen dat dit het tuingedeelte is van de huis- en tuincategorie. En hier zie je sterk het effect van de lockdown. We kijken naar geïndexeerde zoekvolumes, dus dat is het lichtgroene lijntje, en klikvolumes, en dat is het donkergroene lijntje. We kijken per week over de afgelopen 2 jaar. En als we dan kijken naar de linkerhelft van de grafiek, zie je de normale situatie in 2019 met een groeiend volume voor zowel zoekopdrachten als kliks in het voorjaar en een daling van de volumes naar het einde van de zomer toe. Wat op zich natuurlijk heel logisch is gezien het product waar we hier naar kijken. Nou, als we dan opschuiven en naar 2020 gaan kijken, dan begint het jaar nog vrij normaal. Maar als die eerste lockdown concreet wordt in rond half maart, zie je de volumes omhoog schieten. En als je de kliks van de eerste week in maart voor de lockdown vergelijkt met het hoogste punt in april, zie je een groei van meer dan 200%. We zien ook dat kliks sneller groeien dan zoekopdrachten. En dit duidt ook doorgaans op meer transactiegeoriënteerd gedrag van consumenten. Wat natuurlijk niet gek is gezien de beperkende maatregelen die toen golden voor winkels. Nou, naar het einde van de zomer toe komen we weer in het laagseizoen voor tuinartikelen. Met dalende volumes en de verhouding tussen zoekvolume en kliks die dan ook weer terug verandert. Als we vervolgens richting het einde van 2020 gaan, zie je op zich geen directe sterke impact van Black Friday. Wat waarschijnlijk ook komt omdat we toch buiten dat, zeg maar, het hoogseizoen van tuinproducten zitten. Maar de volumes blijven wel hoger dan het jaar ervoor. Mede ook door de lockdown die natuurlijk ook half december werd ingevoerd. Als we dan deze data breder trekken en ook andere huis- en tuincategorieën erbij pakken over meerdere landen, zien we dat het beeld van sterke groei op de vorige slide niet uniek is. En ook om hier even de categorieën te vertalen, home appliances, dat zijn huishoudelijke apparaten, home decor en interior decorating betreft alles qua decoratie, het decoreren van het huis. Home furniture zijn is de meubelcategorie. En dan kitchen en dining betreft keukens, maar ook keukenapparatuur en laat ik zeggen gereedschappen die van pas komen in de keuken en bij dineren. Nou, en tot slot, yard, garden en patio betreft alles in en om de tuin. We kijken hier naar de jaar op jaar groei in 2020 in kliks voor van links naar rechts Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En we zien over alle categorieën en landen een uitzonderlijke groei. En voor Nederland fluctueert de jaar op jaar groei tussen de 20% en 50% afhankelijk van de categorie waar je naar kijkt. De groei lijkt vooral te komen door 2 factoren die ook in het begin van 2021, van dit jaar dus, nog steeds gelden. En dit zal ook invloed hebben op onze voorspelling voor de komende maanden. Ten eerste, we zijn nog steeds gebonden aan ons huis. Thuiswerken wordt nog steeds aanbevolen, vakanties worden afgeraden en er zijn simpelweg minder mogelijkheden om ergens naartoe te gaan. Dus hierdoor verwachten we dat de consument nog steeds meer thuis blijft en als het ware blijft investeren in zijn huis. Ten tweede, de meeste winkels zijn zeer beperkt open. Wat op dit moment mensen eigenlijk dwingt om online aankopen te doen.
Maar wat we vorig jaar ook al zagen, is de invloed van risicomijdend gedrag bij een groot deel van de bevolking. En uiteraard is het publiek ook meer gewend geraakt aan online bestellen. En de verwachting is dan ook dat ondanks eventuele versoepelingen er een groter online winkelend publiek zal zijn. En dat daarmee ook de grotere online omzet in Nederland die we nu zien behouden zal blijven. Als we dan kijken naar de impact op onze gebruikers, zien we dat de restricties met name oudere doelgroepen aanzetten tot meer online zoekgedrag. Deze grafiek laat de jaar op jaar groei in klik zien per leeftijdsgroep. En we zien dat juist de oudste groep, dus die van 65 jaar en ouder, veruit de grootste groei laat zien. Gevolgd door de op één na oudste groep. En dit is interessant, want juist deze groepen hebben doorgaans een hoger besteedbaar inkomen dan gemiddeld. En ze zijn juist relatief sterk vertegenwoordigd op ons netwerk. Het is daarom zeker aan te raden om te kijken of je advertenties wel goed worden vertoond voor deze groepen. En eventueel kan bijvoorbeeld een bid multiplier ingesteld worden voor betere zichtbaarheid van de advertenties als dat nodig mocht zijn. Een vraag is dan natuurlijk ook of zo'n toenemende vraag bij consumenten en daarmee hogere klikvolumes leidt tot hogere CPC's. Ik heb daarom gekeken naar de groei van de gemiddelde CPC per huis- en tuincategorie in de afgelopen weken van dit jaar. En op één uitzondering na, zoals jullie hier kunnen zien, zien we in alle categorieën dalende CPC's. En we kunnen dus daarom ook wel zeggen dat de toenemende online vraag en daarmee het hogere klikvolume niet direct leiden tot een hogere gemiddelde CPC's voor adverteerders. Wat op zich natuurlijk heel positief is. Nou, we gaan nu vooruitkijken. We gaan ons richten op 2021, op de komende maanden. We kijken hier naar de wekelijkse klikvolumes voor in dit geval home appliances, dus huishoudelijke apparaten. We kijken dus naar klikvolumes over de afgelopen 2 jaar. Met een voorspelling voor de komende 4 maanden om zo te komen tot een verwachte groei. In deze grafiek is dan de meest lichtgroene lijn het klikvolume voor 2019. De iets donkere lijn geeft de trend aan van het coronajaar 2020. En de meest donkergroene lijn laat de klikvolume tot nu toe voor 2021 zien. Ja, en dan het gestippelde gedeelte laten onze schatting zien voor de komende weken, gebaseerd op de forecasting model, met daarbij ook enkele aannames die we moesten doen. In deze grafiek zien we in eerste instantie het beeld van 2020 doorzetten naar januari 2021. En dat is op zich logisch natuurlijk, omdat de situatie aan zich niet veel veranderd is. Sterker nog, zoals ik net ook al zei, eind 2020 is het eigenlijk alleen maar strenger geworden met de harde lockdown die toen werd ingevoerd. Ja, voor huishoudelijke goederen zien we dan ook 71% jaar op jaar groei van kliks in januari. Nou, als we dan kijken naar de voorspelling voor de komende maanden, moet er wel gezegd worden dat gegeven de huidige omstandigheden het natuurlijk heel, laat ik zeggen, tricky is om een voorspelling te doen. Er zijn wel een paar dingen die we weten. Nou, ten eerste is op dit moment de verwachting dat de restricties iets lichter worden richting de zomer. En je ziet dat al aan een verandering in de maatregelen die we nu zien. En met ook de vaccinaties die worden gezet, krijg je een lagere besmettingsgraad, waardoor waarschijnlijk de maatregelen steeds minder streng zullen worden. Nou, hier kan natuurlijk, zoals we ook hebben gezien, een mutatie roet in het eten gooien, of vaccinaties die niet worden op tijd worden geleverd en dergelijke. En dat valt natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Ten tweede, wat we ook wel weten natuurlijk, of waar we van uit kunnen gaan, laat ik zo zeggen, is dat corona in de nabije toekomst hoe dan ook niet helemaal zal verdwijnen. En daarmee zal online aankopen of online kopen nog steeds extra aantrekkelijk zijn voor consumenten. De verwachting daarmee is dat klikvolumes op een hoog niveau zullen blijven. Maar omdat we vorig jaar volumes in de periode maart-juni juist sterk zagen groeien en nu niet zo'n groei zullen zien,
is de verwachting dat we in de buurt van de volumes uit 2020 zullen komen. En uiteindelijk schatten we in voor huishoudelijke apparaten dat we ongeveer op 23% groei gaan uitkomen in de periode maart-juni vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ja, als we dan dezelfde redenering volgen voor de andere categorieën, zien we hetzelfde beeld met uiteraard andere groeigetallen. En de groei in kliks in de afgelopen weken ten opzichte van vorig jaar en de manier waarop kliks vorig jaar stegen in de eerste lockdown bepaalt in grote mate de verwachte jaar op jaar groei voor de komende maanden. Nou, voor interieur verwachten we 23% groei, voor meubels bijvoorbeeld 2% groei, voor keuken en dineren 29% groei en tot slot voor tuin 8%. En nu is natuurlijk de vraag hoe je optimaal kan profiteren van de nog steeds hoge volumes die we zullen zien. Nou, we hebben veel features in Microsoft Advertising die je daarmee kunnen helpen, maar ik wil hier drie specifieke features uitlichten. Ten eerste, ik kan toch wel zeggen, retail kan eigenlijk niet meer zonder product ads. En op ons netwerk zien we in de huis- en tuincategorie dat 15% van de kliks naar dit type advertentie gaat. En dat de gemiddelde CPC's 25% lager zijn dan het gemiddelde bij tekstadvertenties. Bovendien wordt de kans ook op een klik groter als je optimaal zichtbaar bent met zowel tekst- als productadvertenties. Dus het is heel belangrijk om goed zichtbaar te zijn met je productadvertenties naast de tekstadvertenties. Ten tweede, Dynamic Search Ads helpt je jouw bereik te vergroten. Dus als je broad matching, inclusief broad match modifiers en Dynamic Search Ads naast elkaar zet, dan zie je dat Dynamic Search Ads 20% van de kliks voor zijn rekening neemt. Met ook hier veel lagere CPC's. Dus je kan zeggen dat Dynamic Search Ads zeker een toegevoegde waarde heeft naast broad match in het vinden van zoekopdrachten die je niet vangt met bijvoorbeeld exact of phrase match. Nou, en als laatste, remarketing. Bij de meesten natuurlijk bekend. Remarketing helpt je natuurlijk om recente bezoekers van je website opnieuw te targeten als ze hun zoektocht op Bing voortzetten. En dit zorgt uiteraard voor lagere kosten per conversie en hogere CTR's. Daarnaast kan je met de hulp van in-market audiences groepen consumenten vinden waarvan wij op basis van Microsoft first party data en onze technologie een publiek waarvan wij een grote kans zien dat ze op korte termijn tot een aankoop overgaan in een bepaalde categorie. En deze in-market audiences hebben dus korte termijn een grotere kans op converteren. En deze kan je dan ook targeten in je account en daarmee meer conversies binnenhalen. Nou, dit brengt me dan bij de samenvatting van mijn insights. Om te beginnen, we zagen vorig jaar een sterke groei in de vraag naar huis- en tuinproducten, omdat mensen meer tijd thuis doorbrachten. Daarnaast werden consumenten ook actiever online, omdat het enerzijds niet de bedoeling was dat er offline werd gewinkeld, maar anderzijds waren veiligheid en gemak ook belangrijke factoren om online te gaan shoppen. En dit leidde tot een groei in zoekvolumes en deze groei was met name sterk bij oudere doelgroepen. We zien ook dat de volumes hoog blijven begin 2021, maar als restricties minder streng worden, is de verwachting dat we uiteindelijk zullen landen op het niveau van 2020 in het voorjaar of de zomer. Wat overigens voor de komende maanden nog steeds een groei in volume betekent. En tot slot kan je door middel van Microsoft Shopping Campaigns en Dynamic Search Ads en Remarketing of In-Market Audiences meer halen uit je huidige search activiteiten. Nou, en daarmee eindigt mijn insight sessie. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik geef nu graag het woord aan Sandrien die in gesprek zal gaan met Wouter de Rijk, marketing manager bij Vonk. Dankjewel, Douwe. Je mag stoppen met delen, inderdaad.
Want wij gaan naar gesprek. Wouter, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. Ik hoor een flinke echo bij jou. Ja, ik hoor het ook. Nu nog steeds? Nu niet meer? Nee, hij is weg. Misschien omdat er nog iemand unmuted was. Dankjewel. Even een korte introductie voor de deelnemers. Wouter de Rijk, als gast bij ons vandaag, al ruim 10 jaar werkzaam bij Vonk. In de beginjaren als specialist voor verschillende performance-kanalen. En inmiddels marketing manager voor Vonk. En ook verantwoordelijk daarmee voor de gehele media-inzet. Zowel above the line, below the line. En ook voor commerciële partnerships. Hartstikke leuk, Wouter, dat je er bent. En we hebben elkaar toch al even gesproken voorafgaand aan deze sessie. En je gaf aan, Vonk, nummer 1 willen jullie worden, home and living, dat is de ambitie. Vertel ons meer over hoe jullie dat, de strategie en hoe jullie dat willen gaan realiseren. Ja, zo doen. Trouwens leuk om net even verschillende data te zien van Douwe, dus ook dank daarvoor. Dus ook wat wij zagen in het begin april vorig jaar, zag je echt de lockdown in combinatie met heel goed weer. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Maar dat zorgde in de tuingroepen echt voor enorm pieken in zoekgedrag en aankoopgedrag ook. Dus dat, ja, weet je, dat daar was Vonk ook van kunnen profiteren. Ik denk wel meer mensen in de zaal hier. We hebben inderdaad contact gehad. We willen de nummer 1 speler worden in home and living. Vonk, we denken dat we daar ook goed in zijn, als Vonk zijnde. Kijk, en als je kijkt naar COVID, dan denken wij eigenlijk dat... net hetgene wat jullie zien, dat op het moment dat we weer teruggaan naar normaal, dat je thuis nog steeds belangrijk zal zijn. Mensen krijgen er wat meer aandacht voor. Bijvoorbeeld één leverancier, die zegt home is the new fashion. Je ziet dat ook terug in jullie categorieën die hard groeien, waar ook de accessoires, als ik het goed zag. Nou, je ziet toch dat consumenten wat vaker wisselen of aanvullen van accessoires om hun interieur net wat leuker te maken. Wij hebben daar echt een goed aanbod in. We helpen mensen te zoeken wat ze te kopen waar ze naar op zoek zijn. Dat kan aan de ene kant door goede filtering. We hebben ook styling tools op de website. En uiteindelijk hebben we gewoon een goede service. Dus je krijgt van ons een pakketje op het moment dat je hem graag wilt hebben. In de meeste gevallen, zal bij elke retailer wel eens wat misgaan natuurlijk. En we vinden dat het ook echt, dat is bijna... Zeg maar, het leveren van een goede service is eigenlijk een hygiënefactor. Je Nederlandse consument is gewend, next day delivery, het moet allemaal goed ingepakt zijn in een doosje wat niet te groot is, anders komen nog wel eens klachten. Weet je, dus we zijn daar super scherp op. En daarmee met een groot assortiment, goede marketing, hopen wij de specialist te worden in home and living. Mooi. En je gaf ook aan, hè, het consumenten, de service is enorm belangrijk. Hoe zit het met jullie NPS-score en hoe vertaalt zich dat ook in de hele organisatie? Je staat op mute, Wouter. Nou, dat had ik niet zelf gedaan, maar... je vroeg naar de NPS. De NPS-score is eigenlijk een van de belangrijkste KPI's binnen onze organisatie, omdat iedereen eraan kan werken. Dus marketeers die ook in deze zaal zitten van Vonk, die moeten kwalitatief verkeer doorsturen. Inkopers moeten het juiste assortiment op voorraad brengen. De prijs moet goed zijn. Het afleveren, de hele keten moet goed zijn om de klant goed te bedienen. Dus daar zijn we continu mee bezig. Hoe kun je daar vanuit je eigen vakgebied en net daaromheen iets verbeteren? Zo eigenlijk. En NPS is de afgelopen jaren echt flink gegroeid bevond. Ja, we zitten nu ruim boven de 60. Mooi, heel mooi. En allemaal bedrijven hier in de Teams-chat, in de zaal, zei je net al. Het blijft wel gek om te zeggen, maar in de zaal, laten we het zo zeggen. Wat voor kansen en bedreigingen zie je voor de huis- en tuinmarkt in Nederland? Ik
Ik stond weer op mute, maar doe het nog steeds niet zelf. Even kijken hoor. Nou, de kansen die we daar zien, kijk, de markt in home living is redelijk versnipperd. Het laatste onderzoek wat wij hebben uitgevoerd, dan zien we dat IKEA marktleider is, met zo'n 9% marktaandeel. En iedereen weet wel dat er op de hoek van de straat zit een meubelwinkel, een lampenwinkel, die wel een leuk aanbod hebben, maar vaak niet een compleet aanbod. Nou, dat kan je als online speler kan je daar natuurlijk in onderscheiden. En wat we net ook kort bespraken, we zien dus dat het thuis van mensen gewoon veel belangrijker is geworden. Je brengt daar in ieder geval het afgelopen jaar veel meer tijd door. Dus je ziet ook de dingen waar je blij mee bent en waar je denkt van nou, daar kan wel een likje verf op. Of misschien een mooie plant kopen met een mooie vaas erin, of die in een mooie vaas staat. Dus daar, dat zijn echt kansen. Waar we ook denken dat je online bepaalde services kan bieden om die klant te helpen bij het maken van een keuze. Ik nodig iedereen uit om eens een kijkje op Vonk te nemen. Een vrij nieuwe styling tool waar je eigenlijk je ruimte neer kan zetten. De breedte en de hoogte, daar kan je een bank in kwijt. Je kan er planten bij zetten, je kan er lampen bij zetten, dingen aan de muur ophangen om maar een beetje die onzekerheid weg te nemen van, hey, is dit wel wat ik zoek? Past het wel in mijn huis? Daar zijn nog legio mogelijkheden. De bedreigingen, wat we daar zien, niet per se in marketing op dit moment, maar we zien wel dat het lastig is om spullen naar Nederland te krijgen en bij ons in de logistiek te krijgen. Dus containerprijzen zijn duurder geworden, door schaarste. Het tuinseizoen begint dus weer bijna, maar we hebben nog niet alles binnen in ons magazijn helaas. Gaat waarschijnlijk wel lukken, overigens, voordat het echt lekker weer wordt. Maar dat zijn wel dingen op het moment dat er in de keten buiten onze invloed dingen gebeuren die niet goed zijn voor Vonk. Ja, dan kunnen we daar last van hebben. Ik geloof echter ook dat als een bepaalde grijze bank niet binnenkomt, dat iemand wel een andere grijze bank kan kopen. Maar dat gaan we zien. Je ziet bol.com groeit keihard. Amazon is in Nederland. Dus low involvement purchases, daarvan verwachten wij dat de klant sneller naar Bol of naar Amazon zal gaan. En voor de een is schoonmaakmiddel is zo'n aankoop. En voor de ander is dat misschien wel een setje stoelen. Dat weten we ook niet precies. Maar we verwachten ook dat we die bedreiging om kunnen zetten aan een kans. Dus hoe gaan we nou die onzekerheid bij de klant wegnemen en ze zo goed mogelijk helpen? En een stukje inspiratie te bieden inderdaad, wat je noemde. Ja. En wat is de rol, je bent verantwoord voor de hele marketing mix. Wat is de rol daarbinnen van performance marketing en search marketing? Nou, die is heel belangrijk. We zijn altijd op zoek. We willen daar staan waar de vraag ontstaat. Nou, dat is zeker binnen paid search is dat heel duidelijk, want iemand is op zoek naar een product. En daar kan je een advertentie op neerzetten. Als je kijkt naar een paar jaar geleden, waren we heel erg omzetgedreven. Dus we keken binnen alle kanalen die we hadden, en zeker binnen performance marketing, nou, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk omzet naar binnen trekken? Wat we wel zien is dat niet ten goede komt aan de winstgevendheid op een gegeven moment. Er zit een bepaald kantelpunt in. Dan nog meer investeren in je klikprijs leidt niet tot meer winst per se. Dus daar zijn we wel wat scherper gaan sturen. We willen nog steeds daar zijn waar vraag ontstaat, maar we willen ook een beetje geld aan overhouden. En het geld wat we dan overhouden, dat investeren we vervolgens weer in ons merk. Waardoor we gewoon wat sterker worden in de markt. Als je dan kijkt, misschien ook naar het afgelopen jaar, waar wij soms wat last hadden. Ik denk zelfs wel meerdere vervoerders die niet alle producten konden uitleveren bij de klant op tijd. Waar we nu ook goed naar kijken is, hoeveel orders kunnen wij nou op een dag verwerken? Of in een week? En daar proberen we eigenlijk onze marketing op aan te sturen. Dus dat we niet orders inkopen en daarmee ook ontevreden klanten, omdat het gewoon niet kunnen verwerken. Dan kiezen we er nu bijvoorbeeld voor om iets minder te investeren, maar wel een grotere groep tevreden klanten te houden. En op tijd te leveren, ja, kan me voorstellen. Heel belangrijk voor de klant, ja.
En als je dan daar binnen die mix kijkt, de performance marketing, search marketing, wat is voor jullie de reden om te investeren in Microsoft Advertising? Ja, dat is net al een beetje genoemd. Nou, sowieso zitten jullie bij ons ook in de top verkeersbronnen. Maar even, nou, net werd al genoemd, de oudere doelgroep. Dat zien we ook terug. Weet je, dat zijn ook gewoon klanten, potentiële klanten, die je graag wilt bereiken. Die misschien voor het eerst eens gaan proeven aan online shoppen. Maar als je ze dan tevreden kan stellen, komen ze misschien wat sneller bij je terug. Dus daar gebruiken we jullie voor. En weet je, we zien ook goede conversies en goede contributiemarge. Dus dat betekent dat, nou zeg even, ik kan onze echte targets daarop niet noemen. Maar zeg dat we een contributiemarge van 15% zouden moeten hebben. Dan scoren jullie daarop of daarboven. Dus dat is een reden gewoon voor ons om daarin te investeren. Ja. Ja, weet je, mooi. We hebben een bakje geld en dat gaat gewoon daarheen waar het meeste oplevert. Ja. Uiteraard, ja. Mooi om te horen. Ik stel nog even een laatste vraag, maar ik wil ook graag nog eventjes de deelnemers aanmoedigen om ook hun vragen te stellen in de chat aan Wouter of aan Douwe. Dus schroom niet om daar je vragen te stellen. Voor mij in ieder geval nog een laatste vraag voor jou, Wouter, is natuurlijk COVID. Hè? Dat is al veel genoemd, de groei die we hebben gezien afgelopen jaar. Hoe verwacht jij dat dat in de toekomst blijft, verandert? Natuurlijk heeft niemand een glazen bol, maar benieuwd hoe jullie dat hebben doorgemaakt en ook zien voor de toekomst. Ja, nou, die enorme piek, die vraagpiek, die zagen we ontstaan. We denken dat hoe meer de maatregelen versoepeld wordt en je terug gaat naar normaal, natuurlijk gaan mensen dan ook weer de winkelstraat in. Maar we verwachten wel dat er een soort nieuw plateau ontstaat aan volume online. Omdat mensen gewoon het gemak ervaren van online winkelen. Dus dat is hartstikke positief. Hoe kan je daar dan op inspelen? Nou, aan de ene kant daar zijn waar de vraag ontstaat. En als je die consument dan binnen hebt op je platform, dan laat ze converteren, inspireer ze met goede content, bied ze wat hulp bij het maken van de keuze en dan kom je een heel eind, denk ik. Ja, en zie je nog bepaalde productcategorieën die het beter doen? Nou, hoe wij ernaar kijken, we verwachten wel dat omdat onze markt nog voor een groot deel offline, daar worden de spullen gekocht, wij verwachten wel dat elk jaar online zal groeien. Weet je, we zeggen intern wel eens, wie gaat er nou voor de lol naar een woonboulevard? Daar word je echt niet vrolijk van op zaterdagochtend. Maar we zien ook wel in de cijfers dat steeds meer Nederlanders ervoor kiezen om online hun woonspullen te gaan kopen. Of het nou om kleine aankopen gaat, zoals een accessoire, een sierkussen bijvoorbeeld. Maar ook steeds meer eettafels, stoelen, banken. Mensen durven toch de gok te nemen. Er zit ook wel iets in voor de retailer. Je moet dan wel ook de service bieden dat als het product niet past, dat je het weer terugneemt. Maar goed, ik verwacht daar gewoon voor de komende jaren. Ja. Ja, mooi. Mooi om te zien. Even kijken, volgens mij zijn er geen vragen, maar misschien dat Bertram nog een vraag heeft. En anders. Je hebt juist alle mooiste vraag gesteld, dus nee, dat is niet. Nee, super. Misschien nog wel een algemene vraag inderdaad, want ik denk dat het ook interessant is om te weten hoe het natuurlijk is om voor een bedrijf als Vonk te werken. Wat maakt Vonk zo uniek voor jou? Nou, ik zit er natuurlijk al heel lang en in het vorige gesprek hebben we het ook heel even over gehad. Voor mij de afgelopen 13 jaar, zo lang werk ik er al, zijn het zeker 5 verschillende bedrijven geweest. Wat maakt het leuk op dit moment? Ondanks dat we elkaar niet veel zien, een hele leuke groep met gemotiveerde collega's. Mensen die echt willen groeien in hun vak, excelleren in hun vak. Daar krijg ik persoonlijk heel veel energie van. Ik zie dus ook de kans die Vonk heeft om de specialist in Nederland te worden binnen Home & Living. Het is gewoon een leuke, diverse club. En wat ik eigenlijk nog niet heb genoemd, is dat we alles in-house doen. Dus we hebben wel, net als bijvoorbeeld Bol, een marketplace model tegenwoordig. Maar we hebben onze eigen marketing, finance, logistiek, IT,
klantenservice, buying and merchandising, alles wordt in-house gedaan. Dat betekent dat de schakeltjes heel kort zijn, dat je heel snel dingen kunt, nou, problemen kunt detecteren, maar ook de oplossing kunt bedenken samen. Dus dat maakt het echt heel leuk. Ja. En we hebben dus ook sinds kort echt een super mooi kantoor waar bijna niemand zit, ik dan vandaag. Maar dat maakt het ook leuk. Weet je, als je naar je werk gaat en je ziet gewoon mooie producten en je zit lekker op je plek, dat is wel fijn. Ja. Super. Hey, ontzettend bedankt Wouter voor het delen van de ambitie, je kennis, ervaring in deze categorie Home and Garden. Ontzettend leuk om met jou in gesprek te gaan daarover. En natuurlijk ook Douwe, hartstikke bedankt voor de insights. We zien inderdaad, Wouter, jij bevestigt al een beetje de groei die we zien in de markt. Dat we ook wel deels zal blijven bestaan. En in alle leeftijdscategorieën groeit dat. Maar de oudere groep lijkt ook zijn weg te kunnen vinden en te durven zijn huis en tuin spullen te kopen op het internet. Dus superleuk, dankjewel. Nou, en voor de deelnemers, bedankt voor jullie tijd en aandacht. En de presentatie komt eind deze week jullie kant op. En de survey, vergeet niet je feedback terug te geven. We horen graag van jullie. En dan zeg ik nog even tot ziens. Ja.